Hi, ik heb lekker geshopt bij de Zara, as you can see. Tenminste, jullie hebben het in de titel gezien. En ik dacht, ja, het is weer lang tijd terug dat ik heb geshopt en het aan jullie heb laten zien. Tenminste, heb zitten unboxen, laat ik het zo zeggen. En sinds dat ik heel erg actief ben op mijn Snapchat, vragen heel veel dames aan mij of ik weer van die video's wil maken op mijn YouTube kanaal en niet op Snapchat. Want ja, wat je op Snapchat post blijft maar 24 uur staan en dan is het weg. En dan krijg ik weer een vraag van, oh my god Malika, dit had je laten zien, maar wat was ook alweer dit en dit en dit. Dus vandaar dat ik denk van ja, het is gewoon beter om zoveel mogelijk met jullie op YouTube te gaan delen. Nou, dus hierbij, ik heb geshopt bij de Zara. Ik ben zelf even kwijt wat hierin zit. Maar ik heb wel echt zin om deze pakketje nu open te gaan maken. Dus laten we even hoe zou ik mijn stijl beschrijven? Ja, ik heb eigenlijk niet echt een bepaalde stijl dat ik denk van ja, zo zie je me altijd. Je kan me ook bijvoorbeeld één keer in zoveel tijd tegenkomen op hakken en een heel strak jurk. Maar ja, dagelijks loop ik er toch wel heel sportief en casual bij. Ja, gewoon lekker een hoodie van 5 maten te groot en weet ik veel. En een jogger eronder. Ik ben echt gek op sneakers, dus sportschoenen, oh my god. Sportschoenen, dat is gewoon echt mijn lijf. En ik hou ook van leuke tassen en accessoires. Dus het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor hoodie of wat voor broek ik aan heb. Als ik maar leuke schoenen en tas in mijn handen heb. En ik hou vooral ook heel erg van kleine tasjes. Dus mij zou je ook niet zo heel, ja, met zo'n hele grote shopper bag zien of zo. Maar en ik hou heel erg van kleur. Al denken heel vaak mensen dat ik alleen maar in het beige ben. Of in goudtint of bruin tint. Tenminste, ja, bruine tinten zeg maar. Daar hou ik ook echt heel erg veel van. Kijk, zoals jullie nu kunnen zien. Ik ben gewoon helemaal in beige aangekleed. Maar ik hou vooral van, ja, van kleur. Ik hou echt van alle kleuren. Als jij mij iets geeft van een kleur zoals knalroze, dat trek ik gewoon aan. En dat kan ik ook combineren met knalgroen en I don't care. Maar, en ik hou vooral heel erg van grove schoenen. Schoenen die bijvoorbeeld, ik hou niet van hele nette schoenen. Ik weet niet, dat vind ik zo niet Malika. En ik vind het altijd heel grappig als ik met mijn vriendinnen ga shoppen of we gaan naar een winkel. Dan gaan hun al dingen aanwijzen en zeggen, oh dit is echt Malika. Oh dit is echt iets van jou Mali. En dat klopt 9 van de 10 ook. Dan denk ik, het is zo grappig. En mijn man vooral, Mustafa, als ik dan wel eens thuis kom met iets wat heel normaal is, zegt hij, ben je ziek? Everything okay? Want hij zegt altijd, ja, jij houdt echt van rare dingen. Dat hoor ik dus altijd, het woord rare dingen. Maar goed, we gaan verder. Ik heb hier dus mijn doos. Ik ben echt zo benieuwd. Oh my god. Dit is dus een item die ik een paar weken geleden toen ik in Istanbul was voor een fotoshoot. Gingen wij dus naar het Istinye Park, naar de Zara. En toen had ik dus dit gezien. En dit had ik gedeeld. En ik kreeg nog heel vaak de vraag van mijn volgers. Van hey Mali, had je dat nou wel of niet besteld? En hier is die dan. Want ik kon hem niet vinden op de Zara van... op de website hier in Nederland. Maar uiteindelijk heb ik hem wel gevonden. En ik heb hem gelijk besteld in mijn maat. Want in Turkije was hij dus alleen maar in een grote maat. En deze kon ik echt niet oversized nemen. Want hij valt al heel erg oversized. Ik ga jullie even laten zien wat dit is. Kijk, dit is hem. Hij valt echt oversized. En wat ik zo leuk vind hieraan. Is dat het valt echt ook als een cape of zo. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Wat wel heel leuk is. Dat je zeg maar ook een riem kunt dragen. Wacht. Wait a minute. Ik heb hier even een snel riem gepakt. Even kijken welke kant is mooier. Deze kant. Zo. Kijk, dit is een riem van Louis Vuitton.
En deze kun je dus aan beide kanten dragen. En dat je dan bijvoorbeeld... Ja, dit is eigenlijk een riem voor mijn heupen. Dus voor mijn middel is die veel te groot. Maar dan snappen jullie een beetje wat ik bedoel. Kijk zo. Dit is toch hartstikke leuk. Ja, hij is echt nice. En by the way, het setje wat ik hier onderaan heb. Dus deze legging. Deze crop top. Met lange mouwen. Deze heb ik ooit bij de Boom Boom label gekocht online. En Boom Boom label was een label in Amerika. Het kwam van de USA. Maar die zijn weg. Die is gesloten. Ik haalde daar altijd mijn leggings en mijn topjes en zo. Maar helaas. Helaas pindakaas. Ze zijn al 2 jaar niet meer actief. Ik weet niet waarom. Want het was echt een super mooi merk. Okay, we gaan over naar de volgende item. Dit is dit jurkje, een leren jurkje. Ook heel leuk. Bij mij valt die eigenlijk best wel lang. Maar ik ben 1,63. Dus voor mij valt die echt tot mijn enkels. Maar als je 1,80 bent of 1,85, dan zou die ook heel mooi boven je enkels vallen. Dus ook wel echt heel nice. Ja, dit is ook echt een super mooie jurk. Baby, I took a half, she took the whole thing, slow down. Baby. Oké, next one. Dit is echt een hele mooie jurk. Dit is echt een jurk die ik zo met sneakers zou dragen buiten. En dan lekker gewoon een soort van een gilet eroverheen. Of een lange coat, zeg maar. Het is een hele fijne stof. En een hele mooie jurk. En hij zit ook niet strak. En ik hou daar echt heel erg van. Heel nice. Leuk combineren. Als je dat wilt bijvoorbeeld met een riem. Even kijken. Ik pak even een andere riem. Hier zo'n vintage riem van Chanel. Even kijken of ik hem goed heb. Kijk, zoiets. Maar je kunt ook gewoon nog een dikkere riem doen als je dat doet. En hij zit te los, merk ik. Zo, en dan dit even naar achter. Zoiets ook. Maar dat maakt het weer heel classy, vind ik. En dan heb ik nog deze blouse. En dit is eigenlijk een best wel lange blouse. Maar die heb ik bewust gekocht om onder dit spijkerjurkje aan te doen. Want dit spijkerjurkje vind ik bijvoorbeeld heel kort voor mezelf. Dus als ik dacht van als ik deze blouse eronder aan doe, dan valt het gewoon zeg maar iets langer. En dan heb ik de welbekende boots van Zara die nu heel erg in zijn. Dit zijn ze. En ik dacht deze boots zijn wel leuk om te combineren met dit zeg maar. Met de spijkerjasje en de spijker, of tenminste witte blouse eronder. Nou, dit is dan de hele outfit. Ik vind het echt super nice. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Let me know. Die haarband is zo groot, maar daarom vind ik hem ook juist zo leuk. En by the way, als jullie mijn vorige video hebben gemist, mijn gewoon normale vlog van mij, deze tasje... En deze haarband heb ik in Roermond bij de outlet gekocht, bij Prada. En serieus, deze tasje was €140. Want het is zogenaamd volgens Prada-medewerker een make-up tas. Toen dacht ik, ja, hell no. Dit ga ik echt never ever als make-up tas gebruiken. Maar gewoon echt gewoon als een clutch of een pochette of whatever. En deze haarband die was €170 bij de outlet. Nou jongens, ik heb net mijn allereerste foto's gemaakt van één outfit. Die post ik nu in beeld. Dit is de foto die ik heb gemaakt en die heb ik ook al, als jullie deze video aan het kijken zijn, heb ik die ook al online gepost. By the way, dit is nog de blouse die ik onder dat spijkerjurkje aan had van de Zara. Ik heb hier een mega grote haarband van Fendi op mijn hoofd. Deze heb ik vorig jaar gewoon via Fendi webshop besteld. Ik ga nu over naar de laatste item van de Zara. Nou, dit is hem, guys. Echt een super mooi jurk. Wauw.
En ook echt een hele mooie kleur. En deze kun je echt heel mooi combineren met leuke armbanden. Van die grote grove armbanden. Of helemaal niks. Dat is ook echt heel mooi. En kijk hoe die schouders vallen. Echt super nice. Nou guys, dit was mijn allereerste shoplog van Zara sinds een hele lange tijd. En laat me weten als ik vaker dit soort video's moet maken. En wat voor shoplog willen jullie nog meer zien. Let me know onder deze video. En ik hoop dat ik jullie alles duidelijk in beeld heb laten zien. Dat jullie voor mij geen vragen hebben. Hoeveel het kost of artikelnummer of wat dan ook. Ik heb echt mijn best gedaan om zoveel mogelijk info in beeld te delen. En ja, mochten jullie nog vragen hebben, let me know. En ik wens jullie een hele fijne ochtend, middag en avond toe. En bedankt voor het kijken naar deze video. Love you guys. Bye bye.